Het gaat mijn verstand te boven dat de regering, in de persoon de president, zoveel haast heeft met de grondconversie. Dit zei ABBA-parlementariër Edgar Sampi afgelopen donderdag in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet Wetstaatsbegroting 2023. Het ABBA-plit vindt het een verkeerde besluit van de regering. Voorzitter, grondconversie. Het is een gevoelig punt, voorzitter, maar wanneer het hierop komt, kan ik mijn mening niet onder stoelen of banken schuiven, voorzitter. Voorzitter, ik wil een waarschuwing sturen naar de regering, maar ook de samenleving. Een waarschuwing naar de samenleving. Om met hun beste bril te kijken naar de discussie over conversie. Voorzitter, wij moeten koste wat kost kiezen voor wat goed is voor land en volk. En niet wat goed is voor slechts een kleine groep kapitaalkrachtigen die door blijven drukken dat nomo-nomo conversie moet komen. Voorzitter, het gaat mijn verstand te boven dat de regering in de persoon van de president zoveel haast heeft met de grondconversie. Dat hij niet kan wachten op de behandeling van de wet in DNA en er toe overgaat om voor zo'n gewichtig onderdeel in de samenleving een eigen besluit in de vorm van een staatsbesluit te slaan en in werking te stellen zonder rekening te houden met de potima. Voorzitter, trek zelf de lijn. En je kiest agrong, zoveel hectare, waar er in de wet staat dat je binnen een paar jaren de grond in cultuur moet brengen. Je doet niets ermee. De regering neemt het terug en verdeelt het onder de poti-samenleving. En plots komt er een protest, gefinancierd en gecoördineerd door grootgrondbezitters die door willen gaan met hun praktijken. Je kiest agron fulanti, je liep en even, je verkaveling en je serengi apotimang. Apotistranamang, voorzitter. Nou den potimang, ik kies en gratis, direct is er oorlog in Bakroeland, voorzitter. Minister Nobung, dis Nobung, deskundigen hier en daar, commissies hier en daar. Ik heb vernomen dat er ook een, zelfs op het kabinet van de president, een commissie grondzaken is, voorzitter. Het punt van dit staatsbesluit kunnen wij nimmer zo laten, voorzitter. Wij kunnen dit land, wat ons gezamenlijk bezit is, nooit voor SRD 25 per vierkante meter verkopen. Het staat duidelijk in ons grondwet, voorzitter, dat het land niet vervreemd mag worden. Dat kan alleen in gevallen van hoge uitzondering. Of dan zou men tenminste met de klapperwaarde moeten werken. Een vierkante meter op Noord kan nooit hetzelfde zijn als een vierkante meter in Saramaka. De oplossing van dit alles waarover wij discussiëren, is dat het recht op grondhuur automatisch moet worden verlengd als men heeft voldaan aan een cultuurplicht. Dus je krijgt om te bouwen. Als je hebt gebouwd, blijft het recht voor altijd behouden. Dus niet conversie is de oplossing. Conversie heeft geen enkel ander doel dan de rijken rijker maken en de armen vermoorden, voorzitter. Punt uit.